Hallo allemaal, ik ben Joenio jo en welkom bij etappe nummer 13 van mijn Tour de Continental. Een serie waar we de Tour de France rijden met Mathieu van der Poel. In de voorbije aflevering heb je gezien dat we ons hele thuis zijn raken in de Alpen. En uh, ja, die liggen nu achter de rug en we hebben weer een vlakke etappe. En dus kunnen we opnieuw gaan voor de zegen. En uh, daarmee zouden we natuurlijk onze groene trui versteven. Al is die al redelijk stevig rond onze schouders. En uh, zoals altijd in de vlakke etappen staan we bij de favorieten. En we gaan dan ook proberen om opnieuw de etappe zegen te pakken. Vind je deze serie trouwens leuk? Hazel zeker niet om een like te geven. Ben je nog niet geabonneerd, klik dan ook zeker op die rode knop. En uh, ja, zoals je ziet uh, zal het waarschijnlijk wel een sprint worden, want uh, nog 30 kilometer te gaan, iets minder. En uh, we zitten maar anderhalf minuut uh, achter de vier leiders. De leiders dat zijn de Turk Balkan, dan uh, de Wetres Papok, de Luxemburger Pons en de Fransman Steven Tronnet. En uh, in het peloton zetten wij hier al klaar, we zetten redelijk voor je aan om zometeen onze sprint te wapenen. Toch, uh, ja we gaan toch uh, natuurlijk zoals altijd een sprinter in maken. En uh, ja Mathieu van der Poel heeft natuurlijk ons speerpunt en uh, ja we zullen moeten afrekenen met Alois Kankowski, Onze Tsjechische vriend die ons in de vorige sprint etappe heeft geklopt. En ja, dat uh, gaan we natuurlijk niet nog eens laten gebeuren. Ja, dat mag nog niet nog eens gebeuren. Want eh, uh, ja, uh, ja, voor de grote moeten we het natuurlijk niet doen. Want als we naar dat klassement kijken, zien we dat we echt wel heel vrij voor staan. Maar toch, en uh, nog 19 kilometer. Dus ja, waarom gaan we onze sprinter niet maken? En uh, wie gaan we hier gebruiken als uh, sprinter? Of ja, degene die voor ons print, dat zal Toepalik zijn, natuurlijk. Uh, Toepalik, dan gaan we naar de andere van de pool. Dan mag uh, even kijken, Meizen komen, denk ik. Of was het uh, Vermeers? Nee, eerst nog Vermeers en dan Meizen. Dus uh, Gianni Vermeers. En dan Marcel Meizen. En we kunnen nog iemand gebruiken die het tempo kan hoog leggen nu, en dat wordt Jens Dekker. Als ik Dekker daar ergens vind, dekker zit hier. Voilà, die mag op uh, 89. En uh, Bosbos moet geen tempo meer maken. Voilà, en uh, nu gaan we. De leiders gaan inhalen. En er is al een, iemand ingehaald, blijkbaar. Toen is hier al. Daar reden nu nog uh, de wedstrijd Papok en de Luxemburg Pons. En de Turk-Balkan is alleen weggereden. Maar uh, ja, ik denk niet dat hij dat zal volhouden. Zeker niet als uh, wij hier het tempo gaan hoogleggen, zo meteen. Nu nog op 89 maart. Ja, dat moet nog in de hoogte natuurlijk. En uh, ja, maar hij houdt toch redelijk stand. Nog 25 seconden. Maar ook uh, Sibel is hier aangetreden. Ook de Tsjechische ploeg van uh, Kankowski zit klaar. Dus uh, ja, die Turk is redelijk kansloos. En zal zometeen meteen ook ingehaald worden. Hier onder de boog van de laatste 10 kilometer. En ja, het is zover, die Turk is ingehaald. En nu gaan we ons tempo de hoogte in. Of in de hoogte. Leggen, want er uh, ja, mag nu niemand meer overkomen, natuurlijk. Voilà, Dekker is in de krachten. Nu mag Meisen komen, mag ook op 95 voorlopig. Dekker mag aan de kant. En uh, we hebben nog altijd 5 renners in onze train, dus 4 renners nog voor Mathieu van der Poel. Hier reden ook de, die Duitse ploeg voor Alexander Krieger. Maar ik denk niet dat die uh, zal winnen. Heeft toch niet, nog niet in de buurt te komen van een overwinning. Dus uh, ja, we zullen het wel zien natuurlijk. En uh, Maizen mag nu op 99. Dan mag Jenny uh, van komen. Voilà, mag zijn energie nemen. Ook de andere drie mogen hun energie nemen. Voilà, van nu aan 99. Maar kijken hoe lang hij het volgt en Maizen zit hier in de weg te rijden. Dat was niet de bedoeling. Dan mag nu David al de sprint beginnen. Dan mag Toepalik ook komen en dan mag zo meteen Mathieu komen. Mathieu mag er nu uitkomen en zal hij het halen? Zal hij het halen? Jawel, met overmacht. Mathieu van de Poel. Pak Teretsee en Versteven nog maar in zijn gunstige en uh, ja, wint met lengtes voorsprong op Damien Toezé en Filippo Fortin. Alois Kankowski staat een beetje teleur te met een vijfde plaats en uh, ja, zoals gezegd, Alexander Krieger komt er niet aan te passen en eindigt mij als zevende. Ook Adam Toepalik eindigt nog in de top 10. In het klassement verandert er natuurlijk niet veel. We staan nog altijd op een zevende plaats, we zijn wel 10 seconden dichter gekomen, maar dat komt natuurlijk door de bonificaties. En in het puntenklassement ja, zijn we al redelijk onklopbaar geworden. Want we staan daar maar liefst 171 punten voor op Alois Kankowski. Dat is bijna het dubbele van de punten dus van de tweede En de stand. Wat we in de volgende etappe gaan doen is opnieuw bij Geen zwaar alpen -etap of Pioneer-etappe, maar het is naar het vliegveld van Monde. En ja, dat is toch wel uh, zeer stil, een drietal kilometer en een tiental procent. Dus we zullen zien of we dat gaan overleven of niet. Voor vandaag wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!